Iets meten, gaan sturen en regeltjes. We gaan het hebben over meet, stuur en regelsysteem. En daar kom je ontzettend vaak tegen. Stel je voor, je hebt een zonwering en die wil je uitdraaien. Wat ga je dan doen? Natuurlijk kijk je eerst even naar buiten toe, want je moet wel weten van, is er wel zon, is er wel wind? Want te veel wind, dan moet je natuurlijk hem niet uitdraaien, anders ben je zo'n zonwering gauw kwijt. En zonder zon heeft de zonwering geen zin. Maar mocht er dus zon zijn, niet te veel wind, dan ga je aan draaien en dan zit je lekker in de schaduw. Oftewel, wat ga je doen? Je gaat eerst gegevens verzamelen. Daarna kijk je naar gegevens om te kijken van, is het wel nodig ja of nee? En als het nodig is om uit te draaien, dan ga je ook aan het werk om hem uit te draaien. Kortom, invoer, verwerking en uitvoer. En dat kom je tegen bij ieder automatisch systeem. Altijd drie blokken, namelijk het invoerblok, het verwerkingsblok en het uitvoerblok. Bij de zonwering bestond het invoerblok uit een lichtgevoelige sensor en een windsnelheidsmeter. Het verwerkingsblok kijkt naar de zonneschijn, het signaal wat daar afkomt, is het wel boven bepaalde waarden en de windsnelheid is juist beneden bepaalde waarden. En als dat zo is, dan wordt het uitvoerblok aangestuurd en daar zit een elektromotor in en die laat hem uitdraaien. Je ziet hier S1, signaal 1, dat is de zonneschijn en de wind. Je ziet hier S2, dat signaal die de sensor en de windsnelheidsmeter afgeeft aan het verwerkingsblok. En je ziet hier S3. En S3 is dus een signaal die verwerking afgeeft als hij in actie moet zijn. Ja, als in de verwerking wordt gekeken en er is niet genoeg zon of juist te veel wind, dan zal hij dus S3 weglaten, zodat het uitvoerblok niks gaat doen. Hier zie je nog een voorbeeld. Het eerste signaal wat binnenkomt is het licht. Die schijnt op de LDR en dat is dan mijn invoerblok. De LDR, lichtgevoelige weerstand, die zal ervoor zorgen dus dat er een stroom gaat lopen die afhankelijk is van hoeveel het licht. Dat is mijn S2. En die gaat dus naar mijn verwerkingsblok. En verwerkingsblok is hier een elektromagneet. En een elektromagneet die zal bij genoeg stroom voldoende sterk wezen om een stroomkring te sluiten. En dan ontstaat er een nieuwe signaal. En dan gaat dus het uitvoerblok in werking, oftewel het lampje gaat branden. Dus S2 is de stroomsterkte variërend van hoeveel het licht. En in dit geval zeg maar van, nou hij is op zijn minst 0 ampère en maximaal 1 ampère. De elektromagneet die is bij 0,75 ampère of hoger voldoende sterk om P aan te kunnen trekken. En ja, kijk, hier is hij. Hij trekt P aan en daardoor zal er dus een vaste stroomsterkte door de lamp branden. Want ja, je hebt hier gewoon een stroomkring. En dan krijg je dus gewoon één vaste stroomsterkte die hier zo doorheen gaat lopen. We gaan even kijken naar S2 en S3. S2 is een stroomsterkte die varieert. Hij kan van alles wezen van 0 tot 1 ampère. Ja, en dat noemen we een analoog signaal. Ja, het signaal kan iedere waarde aannemen. En die S3, dat is een vaste stroomsterkte. Nou, vast. Hij kan 0 wezen of een bepaalde waarde. Ja, en zo'n soort signaal noemen we digitaal. Ja, die is niet alles, maar een beperkt aantal waarden. En als hij beperkt is tot 2 waarden, dan noemen we het een binair signaal. Ja, dus in dit geval was S2 analoog en S3 is digitaal, maar ook binair. Nou, eventjes een kleine oefening. Ja, kijk even naar deze drie verschillende soorten signaal. De windsnelheid, aantal bioscoopbezoekers en het geluidsniveau van een of ander zoomer, hè, een schoolzoomer of wat dan ook. Goed, nou, eerst de grootte van de windsnelheid. Nou, de wind kan verschillende waarden aannemen, hè, en alles en nog wat is mogelijk, dus dat is duidelijk een analoog signaal. Het aantal bioscoopbezoekers, nou, ik weet in ieder geval zeker dat het nooit een halve is
of het tiende zijn altijd gehele getallen. Oftewel, het is een digitaal signaal. En tenslotte het geluidsniveau van de schoolzoomer. Nou, dat is afhankelijk natuurlijk. Het is of aan of uit. Dus ik zou zeggen binair. Maar sommige zoomers zijn ook nog meertonig. Dus in dit geval is het digitaal. Maar het kan ook binair zijn. Ten slotte nog eventjes het verschil tussen een meetsysteem, stuursysteem en regelsysteem. Eerst meetsysteem. Het meetsysteem, als voorbeeld gebruik ik even een drukmeter. Ja, dus het invoersignaal is de druk. Die komt in het invoerblok en het invoerblok bestaat uit een druksensor. Een druksensor die zelf voor zorgt dat hij de druk omzet in een bepaalde spanning, een elektrische spanning. Nou, dat gaat naar een verwerkingsblok. Een verwerkingsblok doet er eigenlijk niks mee. Ja, het gaat eigenlijk in één keer ploep naar de uitvoer toe. Ja, en in de uitvoer wordt alleen maar even de druk aangegeven. Meer niet. En dit noemen wij een meetsysteem. Ja, in feite gebeurt er niks. Er wordt iets gemeten en het wordt op een display getoond. Meer niet. Een meetsysteem redelijk recht toe, recht aan. Ja, iedere digitale thermometer is in feite ook gewoon een normaal meetsysteem. Dan een stuursysteem. Ja, nog steeds dezelfde sensor, maar nu sluit de crisis aan. Want ik wil graag weten, als de druk boven 2,7 bar is, dat er dan alarm komt. Wat krijg je dan? Nou, dan wordt in het verwerkingsblok even gecheckt van, hey, komt de druk boven 2,7 uit of niet? En als je er bovenuit komt, ja, dan kan er een alarm eventueel aan afgaan. En dit is een stuursysteem. Ja, als er een verwerking bij is, ja, dan is het een stuursysteem. En tenslotte een regelsysteem. Ja, bijvoorbeeld zo. Ja, dan is het van, hey, als je boven 2,7 bar uitkomt, dan moet de compressor die de druk verzorgt uit worden geschakeld. Ja, en als hij te laag is, dan moet de compressor juist weer aan, zodat de druk keurig tussen de 2,4 en de 2,7 blijft zitten. Oftewel, bij de verwerking wordt dus gecheckt van, hey, zit die tussen de 2,4 en 2,7 aan? Ja, en bij de uitvoer, ja, wordt dan gecheckt van, moet de compressor aan of moet de compressor uit? Oftewel, er is hier sprake van een terugkoppeling. En een terugkoppeling, dat is kenmerkend voor een regelsysteem. In principe is bij je thuis de verwarming vaak ook een terugkoppeling. Je hebt een thermostaat en wordt de temperatuur te hoog, dan wordt de verwarming uitgeschakeld. Is de temperatuur te laag, dan wordt de verwarming aangezet. Ja, dus dat is in feite ook een regelsysteem. En ziezo, dat is weer geregeld. Dit zit er weer op. Tot ziens.